blokfluit die op dit moment op de wereld te krijgen is. De laagste noot van deze blokfluit is een lage bes. Op het moment dat je denkt in een A van 460 hertz, zoals dat gebruikelijk was in de Renaissance. En om het een beetje te vergelijken met de moderne stem, het is een halve toon lager dan de laagste toon van een cello. De grote klank ontstaat door het samenspelen met andere instrumenten. Het is een echt consort-instrument. Dit zijn twee kleine klepjes die onder metalen fontanelletjes zitten. Mooi versierd. Ze zijn daar eigenlijk simpelweg voor om een gat te kunnen bedienen dat te ver weg zit om te bereiken met je handen. Dat is eigenlijk de simpele reden voor deze klep. En dat geldt ook voor de onderste. De onderste is een grote fontanelklep met twee vleugels om ervoor te zorgen dat spelers zowel met hun rechterhand als met hun linkerhand de fluit konden bespelen. Ik zal de fontanel er even afhalen. En dan zie je het eigenlijke klepsysteem. En zo schuift hij er weer overheen. En deze rosetten, die zijn er natuurlijk voor om de lucht weer naar buiten te laten komen.